trainer André Koster met 1-3 gewonnen op het veld van Deinze. Maar behalve de laatste 10 minuten was het eigenlijk niet echt een spetterende wedstrijd, had ik de indruk. Nee, daar ben ik met je eens. Ik vond dat we de eerste helft goed aan de wedstrijden begonnen. Maar ja, je moet het altijd uitdrukken in doelpunten. En dat hebben we vandaag niet echt gedaan, vond ik. Ja, in de eindfase, maar dat is ook de vermoeidheid van de tegenpartij. Waardoor je tot scoren komt. Maar de bedoeling was dat de jongens die wat minder aan het spelen gekomen waren, dat die een hele wedstrijd zouden spelen. En in die opzet zijn we geslaagd. Dus de meesten hebben dan toch 90 minuten in de benen. Dat was het allerbelangrijkste. Speelkansen voor de jongens die minder spelen, maar natuurlijk ook nodige rust voor de mensen die dit weekend moeten starten aan de competitie. Ook dat. Maar de spelers die hebben natuurlijk tegen Valenciennes gespeeld een aantal. En we vonden het nodig dat andere spelers ook een hele wedstrijd zouden spelen. Dus vandaar dat we deze wedstrijd er kort achteraan hadden geprogrammeerd. Wie bij mij positief meeviel was Dalmat, de nieuwe aanwinst van Club Brugge. Ik vond hem een heel sterke wedstrijd spelen. Ja, dat vonden wij ook wel. Hij zoekt goed de diepte als hij aan de bal is. Dus heeft een redelijke voorzet in de benen. Dus ja, ik vond het in elk geval positief. Dat hij het nog niet de hele wedstrijd vol kon houden, dat is ook logisch. Gezien zijn verleden, maar hij heeft weer een stapje gezet vandaag en dat is mooi meegenomen. In die oefenwedstrijden, vaak tegen kleinere ploegen, wordt er al eens wat getrapt. Vandaag viel Maxime Lestienne uit. Wat is er aan de hand? Nou, hij kreeg een knietje op zijn bil of laag in de rug. En ik denk niet dat zoveel is. Op dat moment is het erg pijnlijk. Maar ik denk dat het wel meevalt en dat hij weer snel zal herstellen. De voorbereiding, de oefenwedstrijden, althans, die zit erop. We hebben geen enkele wedstrijd verloren. Misschien niet het belangrijkste, winnen of verliezen, maar wel belangrijk in de hoofden. Ja, dat wel. Maar het gaat er altijd om dat er altijd puntjes zijn die voor verbetering vatbaar zijn. En daar moeten we keihard aan blijven werken. Je kan een momentje denken van nou, we zijn er, want we zijn er nog lang niet. Het gaat erom dat je de start van de competitie, dat die goed is. En dat geldt voor elke ploeg. En de eerste 2-3 wedstrijden, ja, die zijn voor elke ploeg moeilijk. En we moeten gewoon zien dat we aan de goede kant van de score zitten. Dit seizoen kan je dankzij Club TV mooie prijzen winnen. Wil je kans maken op een van de 10 gesigneerde thuisshirts van Club? SMS dan als de bliksem Puma naar 6565.